Derde van Michum, deze drie punten smaken extra lekker, denk ik. Ja, absoluut. Als je hier 2-0 achterkomt, uit bij Emmen en dan vlak voor tijd winnen, dan geeft dat wel een extra tintje. Ja. Komt in de eerste helft op 2-0 achter. Geloof je er dan daarna nog in dat het nog goed kan komen? Nou ja, tuurlijk, op dat moment denk je wel van wat zijn we aan het doen. Alleen, ik vond wel dat we rustig bleven. We bleven eigenlijk de dingen doen die we hadden afgesproken in balbezit. En dat leverde de 2-1 op. En toen hebben we wel in de rust met elkaar besproken van luister, het is maar één goal. Dus geduldig op zoek gaan naar de kansen. En uiteindelijk valt de gelijkmaker en uiteindelijk zelfs nog de winnende. En ik moet zeggen dat het ook wel een groot compliment is dat we tweede helft eigenlijk, ondanks dat we op zoek zijn naar die goals, dat we eigenlijk vrij weinig weggeven. Dan valt die 2-2, 10 minuten voor tijd. Geloof je er dan nog in dat hij ook nog die 2-3 gaat vallen? Ja, absoluut. Ik vond ons in die fase een stuk beter. Lekker dat er die gelijkmaker valt. Alleen, ik had wel het gevoel dat er zeker meer in zat. Dus dat we daar naar op zoek moesten gaan. Ik ben niet voor de eerste keer matchwinner dit seizoen. Kun je eens beschrijven hoe dat voelt? Ja, lekker natuurlijk. Als je die bal erin ziet gaan, je kan naar het uitvak rennen en met z'n allen juichen, dan geeft dat natuurlijk een enorme ontlading. En daarna hebben we goed verdedigd met z'n allen, dus een hele opluchting denk ik voor het hele elftal. En weer een goede boost voor het vertrouwen. Ja, en dat kun je zeker wel gebruiken. Maandag wacht alweer de volgende, de Jong Ajax. Ja, daar moet je dan met veel vertrouwen naartoe gaan. Ja, zeker. We staan volgens mij tweede nu. Een hele goede reeks, alleen Jong Ajax uit, altijd een aparte wedstrijd, een moeilijke wedstrijd, op een jeugdcomplex. Dus daar moeten we ons goed op voorbereiden, klaar voor zijn en weer de volwassenheid tonen die we vandaag hebben getoond.